De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname, VOLS, heeft haar leden opgeroepen om donderdag en vrijdag thuis te blijven. VOLS-president Marcelino Nerkust geeft tegenover onze nieuwsdienst aan dat het niet vreemd moet zijn dat gezien de huidige situatie in het land dit besluit is genomen. Leerkrachten, verbonden dus die lid zijn van verschillende lidorganisaties van de VOLS, dat moet zo zeggen, de situatie niet meer aankunnen. Met wat er nu speelt, wat er een tijdje speelt, dat betekent dus dat een de ontwikkelingen, koersontwikkelingen, de verhoging van de brandstofprijs, wat er vermoedelijk nog op ons afkomt, dat is die verhoging. Het is helemaal wat men niet aan wil denken. Dat is die gasbommen die prijs die zal worden aangeboden of ze zullen moeten betalen. Natuurlijk heeft alles te maken met loslaten, het niet meer kunnen subsidiëren van een aantal in de staat. Maar dan ga je dus aan die Marokkaan voor allemaal prijs betalen. En als men al met moeite die auto kan tanken om aan het werk te gaan, of aan school te gaan, en eigenlijk keuzes moet maken tussen. En dat gebeurt bij velen. Keuzes moeten maken, ga ik aan het werk of ga ik dus de benzine gebruiken om iets op tafel te zetten. Nerkust geeft verder aan dat de gesprekken tussen Ravaksuur en de regering gisteravond zijn voortgezet met de regering. Ik heb een brief gericht aan dat we actie gaan aan de minister van Onderwijs. Dus dit is onze directe werkgever. Maar gisteravond heb ik natuurlijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om dus het actiemodel en het in actie gaan te motiveren. En dat heb ik dagen erop, samen met mijn andere collega's die ook nog aan heel veel andere punten hebben, die allemaal te maken hebben met de situatie waar we nog verkeren. En dat is geluisterd. Dus, maar veel hoop heb ik nog niet. Dat moet ik u eerlijk zeggen. Tevreden ben ik nog niet. Vanuit het ministerie is er nog niet gereageerd. Dus ik heb vanuit mijn aanwezigheid daar vanaf via Ravaksuur mijn punten gedropt. En ik kan nog niet zeggen waarmee ik kan zeggen van nee, dit is een sprankje, een beetje hoop. Normaal, het is nog steeds hetzelfde. Het actiemodel van de VOLS houdt verder in dat de aankomende verhoging van de prijs voor kookgas moet worden gestuit, als ook de verhoging van de EBS-tarieven. Stijging van de brandstofprijs moet worden teruggedraaid totdat er verbetering is gekomen in de koopkracht van de leerkrachten. Bij de VOLS zijn aangesloten de Katholieke Onderwijzersbond, de Christelijke Onderwijzersbond, de Surinaamse Openbare Onderwijzersbond, de Islamitische Onderwijzersbond en Bond van Leraren bij het Technisch Onderwijs.